van CatLab Interactive. We zijn een jonge gamestudio uit Gent en dit is onze allereerste QuizWiz livestream aller tijden. Deze eerste keer moet natuurlijk speciaal zijn en daarom doen we het in het kader van Music for Life. En daarvoor werken we samen met de organisatie Leo. Daarover straks meer. We gaan dus nu een uurtje quizzen en ik ben jullie quizmaster. Nu, wat betekent dat, een uurtje quizzen? Het is toch maar een videoke? Nee, het is meer dan een video en dat kunt je zien. Onderaan is een knop of als je via YouTube kijkt, staat er een link. En daarop kunnen jullie doneren en meespelen. Dat is mogelijk dankzij QuizWiz. Dat is onze eigen online party quiz game. En die tovert uw smartphones en tablets om in gamecontrollers. Wij zijn CatLab Interactive, even daarover. We zijn een jonge game studio. We zijn ongeveer 1,5 jaar geleden gestart. En wel, we bestaan uit 3 ondernemers. Ikzelf ben Ken, de Talking Cat, dus de babbelaar van de groep. Dat is wel duidelijk, denk ik. Ik ben ook uw quizmaster van dienst. Thijs is onze Alpha Cat. En hij heeft de studio opgericht, ontwikkelt heel het spel en is lead developer. Ja, hij zit nu even achter de schermpjes te prutsen. En dan hebben we nog Katja. Katja is onze webdesigner en junior developer. Zij is de Digital Cat. Alle 3 komen uit andere regio's in Vlaanderen, maar we hebben eenzelfde doel. En dat is eigenlijk quizzers en de community samenbrengen. En wel, als we daar nog eens een goed doel mee kunnen steunen, dan zijn we zeker van de partij. Dat brengt ons dan bij QuizWiz. Nog heel even daarover. Het is dus een online party quiz game. Je kan spelen met je eigen smartphones, tablets, laptops. En we hebben ook een eigen community netwerk. En daarin kan je zelf rondes maken, verzamelen, publiceren, comments geven op andermans werk, met elkaar in contact komen via de lounge. Allemaal mogelijk. Nu, deze game gaan we nu momenteel zelfs spelen. En ja, we gaan zoveel mogelijk quizzen voor minimaal mensen kunnen meespelen. En voor een donatie van minimaal 1 euro kunnen jullie zonder problemen allemaal meedoen. Waarom doen we dat? Wel, wij geloven natuurlijk dat warmte voor iedereen is. Een quiz, dat is ook een warm gegeven. Warmte brengt ook het beste in ons naar boven. Wederzijds begrip, steun, allemaal uitermate belangrijk. En tijdens de gezellige feestperiode zitten vele families en vrienden gezellig samen. Nu, voor vele jongeren die met problemen kampen of die met twijfels zitten, voor hen is dat niet zo vanzelfsprekend. Die blijven vaak in de kou staan. Nu, VZW Leo, die willen daar iets aan doen en die zorgen dus ervoor dat er steun bestaat en activiteiten voor jongeren die daar nood aan hebben, die minder gemakkelijk bij andere mensen terecht kunnen. Dus gaan we nu over naar de quiz, denk ik dan. Voor zij die QuizWiz nog niet hebben gespeeld, dus we gaan inloggen om de quiz te beginnen. Eerst en vooral zullen we klikken op de link of de knop om te doneren en mee te spelen. En de donatie werkt via PayPal. Je kan betalen met je PayPal-account, dus via via Mastercard of Visa. En dat gaat vanaf een symbolische euro van minimaal 1 euro. Ja. Daarbij kan je gegevens invullen en vanaf dat je dan een dingetje krijgt, een scherm krijgt, kan je zelf ook je naam ingeven. En een unieke code die je dan krijgt, kan je daarop invullen. En onthoud die code, want als je eruit valt, kan je terug in het spel geraken met die code. De remote, dus hetgene waar je zelf mee gaat spelen, dat vind je op quizwiz.nu. En die site kan je simpelweg googlen met je eigen smartphone of tablet. Of je kan een nieuw tablet open doen. Sluit deze stream echter niet af, want anders kan je de vragen natuurlijk niet meer horen. Als dat dan gelukt is, dan kun je mee quizzen. Als je nog eerst even iets anders moet doen of je hebt nog wat stress en je moet nog even een plasje leggen, dan is dat altijd mogelijk, want je kan altijd instappen wanneer je zelf wil. Voilà. Dus dan heb ik de belangrijkste dingen vermeld. Ik geef even tijd om in te loggen. De keel smeren, heel belangrijk. Voilà. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Ik kijk naar mijn technisch team.
Ja, alright. Goed. Dus we beginnen bij natuur en geografie. De eerste vraag. Darwin gaf onze evolutietheorie. Oh, oké. Okay. Hij gaf nog niet de evolutietheorie. Daar wachten we nog even op. Ja, het spel is ten eerste... Dus ik zal daar nog even informatie over geven. Aangezien we anderhalf jaar bezig zijn, is het spel momenteel in beta. Ook het platform. Daarop kan je al terecht in het Engels en het Nederlands. Voilà, we zijn er ondertussen. Dus dan gaan we toch maar beginnen met de vraag over Darwin. Darwin gaf ons dus de evolutietheorie. Een theorie die door de jaren heen vrij accuraat bleek te zijn. Ervoor was hij echter onbekend en weinig gemotiveerd. En daarom ging hij uit verveling mee op wereldreis op de Beagle. Op welke eilandengroep ontdekte hij zijn theorie? Voilà, ik hoop dat het allemaal aan het gelukt is. Time's up, people. Dus, voilà. Ik hoop dat jullie het juist hebben aangeduid. Dat zullen we subiet weten. Hoeveel punten dat jullie verder krijgen. Voilà. De volgende vraag dan. De stengels van de bloem die we zoeken zijn over het algemeen niet vertakt. Ze bevatten 1 tot 9 zwaardvormige gegroefde bladeren die worden omgeven door een omhulsel. De bladeren zijn in doorsnede kruisvormig of vlak. En hun naam is afgeleid van het Latijn voor zwaard. Hoe heet deze bloem? En daar hebben we dan een verduidelijkende foto aan toegevoegd. Denk eraan, de naam is afgeleid van het Latijn voor zwaard. Volgende, volgende vraag. We geven nog een aantal seconden. Voilà. Ja, sorry, ik moest eventjes mijn keel smeren, want ik zeg het, dit is onze eerste keer dat we dit doen en dat is spannend, mensen. Ja, voilà, de volgende vraag. Op de afbeelding die we zo dadelijk tonen, is een hoefijzervormig gebied rondom de grote oceaan te zien. Dat staat bekend om het veelvuldig optreden van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Die worden veroorzaakt door diverse subductiezones van tektonische platen in de regio. Hoe heet deze zone? Komt onze vraag. Mijn collega's volgen. Voilà, oké, ze is er. Ik hoop dat iedereen mee is. Nu, voor de helft van de tijd, geef ik nog een kleine tip. Johnny Cash fans hebben een streepje voor.
En als dat het niet weggeeft, dan, ja, dan werkt het ook niet meer. Nu, als je in dat gebied leeft, dan moet je altijd opletten voor aardbevingen natuurlijk. Voilà. Ik hoop dat jullie opnieuw het juiste antwoord hebben gekozen. Als dat niet zo is, dan zullen we met de volgende vraag heel wat kunnen goedmaken. Voilà. De beerdiertjes, mosbeertjes of waterberen. Dat zijn kleine, gesegmenteerde dieren die op vochtige plaatsen leven. In 2007 experimenteerde de NASA met hen. Wat is het belangrijkste unieke kenmerk waarover deze diertjes beschikken? Van op de foto lijken ze heel schattig natuurlijk, maar ja, ze zijn dus heel klein. Ik kan ze toch niet zien. Hierbij heb ik echter voor de rest geen tips. Mijn excuses daarvoor. Je zult het zelf moeten weten. Je hebt nog een aantal seconden. En ja, gedaan. Voilà, dat was het einde van deze eerste ronde. En dus nu zullen we zo meteen weten hoeveel punten er gescoord zijn. Ondertussen wou ik nog even vermelden dat Leo VZW is ons goede doel dat we dus eigenlijk gaan steunen met deze actie. En die werken, die zetten zich in voor jongeren van 12 tot 19 jaar. Oh, sorry, heel eventjes wachten. Dus we krijgen te zien Galapagos-eilanden. Wie dat juist had, proficiat. Volgende vraag. Iedereen had het fout, ja. Ja, donkere energie, ja. Dan de gladiool, voilà. Dus één speler had dat juist, proficiat. Eens kijken, de graflijn, ik heb nog gezegd. The Ring of Fire. Johnny Cash. Kom aan, mensen. Alright. Volgende vraag. De antwoorden zijn altijd heel erg verdeeld. Ze zijn nagenoeg onsterfelijk. Opnieuw één iemand die het juist heeft. Proficiat. Voilà, we gaan eens kijken wie er allemaal meedoet. Sami en Kaas staat op kop. Proficiat. Voor de anderen hebben we nog een aantal vragen, dus dat kunnen sowieso nog ook wel meedoen. Als jullie nu pas binnenspringen, jullie kunnen meespelen door op de link of button hieronder te klikken. En dan gaan jullie naar een betalingsportaal waar je een donatie kan doen ten voordele van VZW Leo. En zij zetten zich in voor jongeren tussen 12 en 19 jaar om hen te ondersteunen als zij met problemen of met twijfels zitten. We vragen een minimale donatie van 1 euro en we hopen dat jullie natuurlijk komen meedoen. Zoals ik er juist aan het zeggen was, ze zetten zich in voor jongeren die in een maatschappelijk kwetsbare positie zitten. En ze geloven dat iedere jongen geloofd kan worden in elke jongere, want elke jongere is natuurlijk heel waardevol. Ze zijn de toekomst. Om hen te ondersteunen biedt Leo zowel al enerzijds vrije tijdswerking, POT-trajecten en experience-trajecten. Meer daarover strakjes. We gaan eerst verder met de quiz. En de volgende ronde zal gaan over... Moet ik even... Voilà, vermaak. De eerste vraag. We zijn in België aanbeland, waar in Gent net het filmfestival van 13 tot 24 oktober plaatsvond. Net, dat is al eventjes geleden natuurlijk, maar het was nog dit jaar. Op maar liefst 7 verschillende locaties vonden er vertoningen plaats. Maar hoeveel films werden er op het filmfestival in totaal gespeeld? Nu, de mensen die niet naar het filmfestival geweest zijn, kan jullie sowieso uitnodigen om volgend jaar te komen, langs te komen in Gent. En een paar filmpjes mee te pikken, want het is zeker de moeite waard. Oké. Daarbij hebben jullie nu nog ongeveer een vierde van de tijd. En dat is nu afgelopen. Dus ik hoop dat jullie het juist hebben geantwoord. Want dan hebben jullie meer punten. Voilà. De volgende vraag.
Hij speelde een lafaard in de sci-fi hit Interstellar. En ook dit jaar is hij weer te zien in The Martian. Samen met Ben Affleck schreef Matt Damon een Oscar-waardige screenplay. Voor welke film wonnen zij in 1998 een Oscar? Ook in dit geval geen tips. Het is allemaal aan jullie. Als jullie Matt Damon een beetje kennen, dan kan er wel een beetje af, natuurlijk ook, van de antwoorden. Maar meer ga ik niet zeggen. Nog een aantal seconden. Snel zijn. Voilà. Hopelijk kunnen we straks proficiat zeggen aan een aantal mensen. De volgende vraag. Alfred Hitchcock stond bekend om zijn filmcameo's. Dat betekent dat hij een kleine rol speelde in zijn eigen films. Er zijn echter nog andere bekende regisseurs die dat doen. Welke rol speelde Quentin Tarantino in zijn eigen film Reservoir Dogs? De tijd gaat in. Reservoir Dogs. Geweldige film, hè? Ja. Allee, als je daar niet voor zei, is het natuurlijk ook niet erg, maar zeker de moeite waard. Benieuwd of jullie dat weten. Nog een vierde van de tijd. Bijna gedaan, snel zijn en ja, voilà. Dat was deze vraag. Dan de volgende. Het conflict in Vietnam was een van de meest besproken oorlogen in de 20e eeuw. Er werden ook heel wat films over gemaakt. Welke van deze titels gaat niet over het conflict in Vietnam? Niet. Dus voor je al te snel antwoord, even nadenken. Waarover gaan die films? En natuurlijk even denken of het dan Vietnam is of niet. Ik ken ze ook persoonlijk niet allemaal, maar het ziet er goed uit. Nog een aantal seconden. 3, 2, 1. Ja, gedaan. Dat waren wel heel snel seconden bij mij, maar ça va. De volgende vraag dan. Er is een nieuw woord in de Vandalen. Of toch een nieuwe betekenis. Het woord bestond al in een klassieke vorm, maar kreeg vanwege een belangrijke verjaardag een alternatieve betekenis en een update. Wat is het woord dat een nieuwe update kreeg? Nu, veel tips moet ik daar niet bij geven, denk ik. Een verjaardag van een serie, een Vlaamse serie, een Vlaamse reeks met heel veel reruns. Maar nog meer afleveringen. Voilà. Hoeveel seconden hebben we nog? Dat is even niet meer zichtbaar. Daarom de eerste keer dat we dit doen, mensen. Spannend voor iedereen. Maar toch wel vooral voor mij, denk ik dan. We gaan eens kijken. Dat was het einde van die ronde. Was het het einde van die ronde? Dan gaan we zo meteen te zien krijgen hoeveel mensen de juiste antwoorden hadden aangeduid. Voilà, we gaan er aan beginnen. 111. De meesten hadden dat juist. Blijkbaar geweldig. Tot volgend jaar. Dan. Een Oscar. Good Will Hunting, ja, het was een ex aequo, maar proficiat aan de drie winnaars. Quentin Tarantino speelde Mr. Brown. Dat had ook de meerderheid juist. Niet over het conflict in Vietnam. The Dirty Dozen, de meerderheid had het weer juist. Amai, slimme spelers vandaag. Welk woord kreeg een update? Ik zeg het zelf al, een dagschotel. Voilà, ja. Dat is uiteraard van FC De Kampioenen. Dat is duidelijk.
Dan, salmi en kaas staat nog altijd eerst. Proficiat daarvoor. En dan ga ik aan mijn technisch team vragen om... Dan ga ik nu aan mijn technisch team vragen om het kadertje toch iets kleiner te maken. Want ik kan niet zien wie er tweede, derde en vierde stond. Dus, dat had ik ook nog graag vermeld natuurlijk. De volgende ronde zal gaan over kunst en cultuur. Dat past natuurlijk wel mooi binnen de kerstsfeer en dergelijke. Ik kijk heel eventjes. Mag ik? Ja. Oké, zo. Ik mag. Oké, kunst en cultuur. De eerste vraag. Een reis rond de wereld duurde vroeger ongeveer 80 dagen. Of zo deed Phileas Fogg erover het hoofdkarakter in Reis rond de wereld in 80 dagen. Maar wie schreef dat werk? 1. Ik denk dat we zelfs toch wel zullen kunnen spreken dat iedereen het juist had. Allee, dat denk ik toch. Dat is, er zijn ook al een aantal verfilmingen geweest en dergelijke meer. Dat is wel duidelijk. Nu, in 80 dagen, tegenwoordig gaat dat iets sneller natuurlijk. En via het internet, kijk. We zitten ook niet samen en jullie zien mij toch ook wel praten. Dus ratelen. Voilà, zeg. Tijd is op. En dan gaan we meteen verder met de volgende. Kwestie van het niet al te spannend te maken. Francisco Goya was een Spaanse kunstschilder die tussen 1819 en 1823 14 schilderijen maakte op de muren in zijn huis. Het beeld een titanaf die zijn zoveelste zoon opvreet. Wat is de Latijnse naam van deze titaan? De Latijnse naam. Nu, voor het te laat is, ga ik snel nog even een tip geven. Denk aan de planeten. Als ik nu te veel gezegd heb, dan gaan er een aantal mensen punten bij krijgen natuurlijk. Maar het is jullie gegund. Nog een aantal seconden. Schoon schilderij ook, hè. Alleen, een beetje luguber, maar... Prachtig werk. Voilà. Dan zijn we aanbeland aan de volgende vraag. Chrysanthen zijn in ons land zonder twijfel de populairste bloemen om overledenen te herdenken. Ook dit jaar op Allerheiligen en Allerzielen deden Vlamingen zetten Vlamingen massaal bloemen op de grafzerken. Chrysanthen zijn daarbij de beste oplossing. Maar in welk land worden de meeste chrysanthen geteeld? Hier ga ik jullie even goed laten nadenken. Ik hoop dat het aan het lukken is. Ga ik het niet al te ver zoeken? Ah, toch een tip. Ja, kunnen we niet laten, hè. Nog een aantal seconden. En als je nu nog wilt antwoorden, dan ben je te laat. Maar niet getreurd, er komt nog een vraag. En wel nu. Rusland was gedurende eeuwen het land van de tsaren. Zij hadden alle macht in handen en verbleven tijdens de zomer in speciaal voor hen gebouwde paleizen. In welke stijl is dit Katharina-paleis gebouwd? Nu, daar wil ik ook wel wonen. Alleen, wie houdt dat proper, hè? Zeker die gevel om dat proper te houden, maar dat is even bezig, denk ik. Voilà. Verder kunnen we daar geen tips bij geven, denk ik, buiten de foto. Nu nog een aantal seconden om te antwoorden. En dan gaan we daarna over naar de laatste vraag van deze ronde. Hopelijk had iedereen het juist. Voilà. Iets dichterbij was dan. Het was vroeger een programma op radio en later ook televisie. Het werd bedacht door Paul Jacobs. Maar het is oorspronkelijk een werk dat in 1934 gestolen werd in Gent. Geef de naam van dat bekende stuk dat nog steeds niet terecht is.
Het is nog steeds niet terecht. Dus als je het vindt, ik denk dat je er best wel wat geld voor kunt krijgen. Maar als je het vindt, maak dan duidelijk dat je het zelf niet gestolen hebt. Want dat gaan ze niet zo tof vinden, denk ik. Voilà, zeg. Ik ga even kijken. Nog een aantal seconden. Als je snel wilt zijn. Oh nee, je kan best snel zijn op zo'n moment natuurlijk. Voilà. Dan gaan we eens kijken wie het juist had en wie niet. Denk ik. Als jullie nu pas binnenkomen, dan kunnen jullie altijd meespelen. Gewoon klikken op de knop hier beneden. Toneer nu en speel mee. Voilà, we gaan eens kijken. Reis rond de wereld in 80 dagen, Jules Verne. Toch een aantal mensen die het niet juist hadden. Volgende keer beter. De Latijnse naam van de Titaan is Saturnus. Dat is een overweldigend succes geworden, blijkbaar. Of toch voor 5 personen. De meeste chrysanten worden geteeld in België. Ik zei nog, zoek het niet te ver. En bij deze. Stijl van het Catharina Paleis. Rococo. Iedereen was het daarover eens. En juist, proficiat. Welk is nog niet terecht? Ah, dat is fout, mensen. Ja. De rechtvaardige rechters. Het was ook een programma op televisie. Even kijken. Salmi en Ka staat eerst, de Smurfen tweedes en... Dat is, ja, dat was een beetje klein, dat ga ik ze straks lezen. Want die gaat sowieso straks tweede staan. Goed, even tussendoor willen we nog even vermelden wat Leo verder doet. De vrije tijdswerking van VZW Leo en ze organiseren een toffe, avontuurlijke, spannende, creatieve, uitdagende activiteiten voor jongeren tussen 12 en 19 jaar jong. Het hele jaar door kunnen zij genieten van kampen, wekelijkse jongerenwerking en dagactiviteiten. En die worden allemaal op maat gemaakt door een enthousiast team van professionals en aangelengd met heel enthousiaste vrijwilligers. Dus daarbij even waarom we het doen voor het goede doel. En welk goede doel dat we daarmee gaan steunen, dat weten jullie dan ook. Ik kan hier alvast zien hoe het geschreven wordt. En dan gaan we verder met de volgende ronde. En dat is geschiedenis. Ja, voilà. De eerste vraag. De Vikingen staan bekend als plunderaars en krijgers. Ze dreven echter ook vaak handel en koloniseerden naast Scandinavische gebieden ook gebieden in Engeland, Rusland en zelfs Noord-Amerika. Hun ideaal bleef echter bestaan, te sterven met een wapen in de hand. Waar gingen de overleden strijders van de Vikingen naartoe wanneer ze sterven? Daar moet ik een voetnoot bij geven. Ze gingen daar natuurlijk enkel naartoe als ze sterven met een wapen in de hand, dus op het slagveld. Het feit dat ze zelfs in Noord-Amerika hebben gezeten, ja, ze hebben goede schepen gehad, blijkbaar. Nog een aantal seconden. En die moeten jullie wel weten. Hè. Voilà. Tijd is op. Volgende vraag. De koninkrijken van Bohemia, Engeland, Frankrijk, het Heilige Roomse Rijk. Het zijn enkele van de gebieden die ooit in de handen waren van het huis van de Habsburgers. Ze deden echter veel aan incest om de macht binnen de familie te houden. En daardoor ontstonden er erfelijke afwijkingen. Welke uiterlijke afwijking definieerde de Habsburgers in etelijke portretten? Dus ja, als ze dat doen natuurlijk, op den duur is er zoveel mis. Daarbij kunnen we zeggen dat de juiste afwijking, die zorgt er ook voor dat ze eigenlijk
gevoelig worden voor een heel ander aantal andere afwijkingen en problemen. En daardoor ja, stierven ze ook vaak. Hè. Grote familie wel. Voilà. Ik hoop dat iedereen heeft kunnen antwoorden. En niet al te lang moest nadenken natuurlijk. Voilà, dan gaan we verder naar de 1, 2, 3, derde vraag. Tussen 264 en 146 voor Christus vochten de Romeinen in de Punische oorlogen. Ze namen het op tegen Hannibal die over de Alpen kwam op olifanten. Van welke stad was hij afkomstig als we weten dat Vergilius beweerde dat Dido de oprichter en de eerste koningin was van deze stad? Even vermelden, het gaat dus over Hannibal en van de krijgsheren van vroeger natuurlijk. Als jullie nu nog juist eens mee komen doen, kunnen jullie meespelen door op de link of de knop te klikken hier onderaan in beeld. Voilà, nog een aantal seconden en dan moeten jullie stoppen. Allee, sowieso natuurlijk. Voilà. De volgende vraag. Concentratie alom hier. Ik hoop bij jullie ook, want hier komt hij. De kruistochten trachten het heilige land te bevrijden. En de eerste werd ondernomen in 1096. Het leken gemilitariseerde en grootschalige bedevaarten. Maar hoe heette de paus die in 1095 opriep tot de eerste kruistocht? In 1095. En daar zat al een tip in verborgen, blijkbaar. Ik ben benieuwd of jullie hem hebben gemerkt. Jullie kunnen in de chat op YouTube ook altijd mee discussiëren over deze tip. Bijvoorbeeld. Het is wel een subtiele tip, natuurlijk. Nog een aantal seconden. Minder eigenlijk. Het is al gedaan. Voilà. En dan gaan we over naar de laatste vraag van deze ronde. Op de foto die we zo dadelijk tonen, zien we een reconstructie van een middeleeuws bouwwerk. Het diende ter verdediging en wou het adellijke karakter van een plaats in het daglicht stellen. De donjon of het kasteel stond meestal in het midden en kon dienen als residentie of als noodwoning. Hoe noem je de kunstmatig aangelegde heuvel waarop een dergelijke donjon of kasteel gebouwd stond? Dus het gaat hier over de heuvel. Die werd ook aangelegd zodat het kasteel of de donjon iets hoger stond. En dan heb je meer zicht natuurlijk over de omgeving. En dan kan je een stukje veiliger voelen. Die heuvels konden ook tot 20 meter hoog worden. Dus daar moesten ze aan werken. Hè. Nog een aantal seconden. En voilà. Dat was de laatste vraag van deze ronde. En dan gaan we even kijken naar de scores, de juiste antwoorden en dergelijke. Als we nog heel eventjes tijd hebben. Voilà. Ik ben benieuwd. Voilà, hier gaan we dan. Eens kijken. Gaan ze naar Valhalla? Ja hoor. Dus dit keer heeft de meerderheid gelijk. De uiterlijke afwijking. Pardon. Voilà. Daarom dus. Bijten. Ging moeilijk. Carthago. De overgrote meerderheid had dat juist. Proficiat. Hebben jullie de... die hebben de paus. Keizer Frederik II was geen paus. Dat was de verborgen tip natuurlijk. Voilà, hè. Eens kijken. Wel een nee, dat zijn de muren. Een motte, inderdaad. De motte is de heuvel. Meestal blijft die ook alleen nog maar over en zijn de kastelen weg. Eens kijken, salmi en kaas staat nog eerst. Dan smurfen en dan noedelsoep.
Noedelsop is een nieuweling hier in de top 3. Proficiat. En oei, is de aankondiging van de volgende ronde is ondertussen al voorbij. Ik vrees dat ik tijdens die aankondiging gepraat heb. Dan gaan we ook meteen over naar de volgende ronde. Ik hoop trouwens dat iedereen zich amuseert en de competitiviteit toch een beetje voelt. Want we gaan niet voor minder natuurlijk. Hè. Wetenschap en technologie. Eerste vraag. Op het einde van 2014 kwam Interstellar uit. Een film waarin ruimtereizen centraal staat. De crew landt op een planeet die dicht bij een zwart gat draait. Voor elk uur dat ze er spenderen, gaan er 7 jaren op aarde voorbij. Volgens Wiens theorie werkt dit gegeven in de film. We beginnen direct heel ver hier vandaan natuurlijk. In de ruimte. Welke wetenschapper heeft deze theorie voor het eerst verkondigd? De film Interstellar is trouwens ook ontwikkeld met behulp van adviseurs die inderdaad in onderzoek zitten in de ruimte en dergelijke. Niet letterlijk in de ruimte, maar over de ruimte. En dat was het. Dus ik hoop dat ik jullie niet al te veel heb afgeleid van de vraag. Dan zijn we aan de volgende vraag beland, de tweede. De Fransen noemen het de Engelse ziekte. De Engelsen noemen het de Franse ziekte. En de Grieken noemen het dan weer de Corinthische ziekte. Wat is het? Er is ook wel een reden dat we dit altijd aan iemand anders toeschuiven. Als er dokters aan het meespelen zijn, ja, dan kan dit wel eens een gemakkelijke vraag zijn. Als jij die uitdrukking nog nooit gehoord hebt. Nog een aantal seconden. Voilà. Hopelijk waren jullie op tijd, want hier komt de volgende vraag. De eerste elektronische computer werd tussen 1943 en 1945 in het grootste geheim gebouwd in Londen. De computer droeg de naam Colossus en werd ontwikkeld door ingenieur Tommy Flowers. Met welk doel werd deze Colossus ontworpen? Hij moest dus geheim gehouden worden. En werd gebouwd in Londen. Nu, een van die antwoorden maakt het meeste kans om het te zijn. Het is natuurlijk heel belangrijk dat we Hitler een beetje opvolgen in die periode. Maar nog een aantal seconden. En we zitten nu in een betere tijd. Want we gaan verder met de volgende vraag. De hete atmosfeer rond de zon strekt zich uit over miljoenen kilometers en is enkel zichtbaar tijdens een volledige zonsverduistering. Ze is dan waarneembaar als lichtkrans rond de maan. Hoe heet deze atmosfeer, waar ook een bier naar vernoemd is? Een bier. Voilà, ik geef jullie eventjes tijd om over deze vraag na te denken. Ik weet niet of jullie al eens zo'n verduistering gezien hebben. Een zonsverduistering en een maansverduistering. Altijd heel mooi om te zien. Toch als het klaar licht is buiten, want dan zit het achter de wolken. Bij deze nog een aantal seconden. Exact. Was dat nog 1 seconde? Nu geen meer. En als jullie even bekomen zijn, dan gaan we verder met de volgende vraag en de laatste vraag van deze categorie. De basis van het internet werd gelegd in 1969. Een dienst van het Amerikaanse ministerie van Defensie bouwde een van de eerste computernetwerken gebaseerd op packet switching. De term internet werd echter pas gebruikt vanaf 1974. Wat was de naam van het netwerk dat de basis vormt van het internet?
We gaan ietsje meer technisch met deze vraag. En ook een beetje historisch getint, natuurlijk. Voilà, nog een aantal seconden en jullie tijd om te antwoorden. En dat is ook weer al voorbij. Voilà. Dan wachten we op de resultaten. En als jullie nu juist op deze stream terechtkomen, dan kunnen jullie nog altijd meespelen voor de laatste ronde. En dat is, kan je doen door gewoon op de knop hier beneden te klikken of op de link. Voor minimaal 1 euro kan je meespelen. Dat geld gaat integraal naar het goede doel Leo. En dat is natuurlijk in het kader van A Music for Life. Mijn uitleg is gedaan en we zijn er bijna. Voilà ze. De theorie van welke wetenschapper? Einstein, dat wisten jullie maar al te goed. Proficiat. Die ziektes. Ja, toch een paar dokters die aan het meekijken zijn. We zijn veilig. Dat was juist. Wat was het tool? Dat was uiteraard... had niets te maken met Snapchat. Moet ik jullie teleurstellen? De atmosfeer rond de zon... Dat was niet carapils, maar een corona. Ten slotte het internet. De meerderheid had gelijk. Proficiat. Na deze ronde staat salmi en kaas nog altijd eerst. Smurfen staat op de tweede plaats. En noedelsoep staat nog steeds derde. Nog niet veranderd in deze top 3. Mogelijk bij de volgende vraag. En de volgende ronde. Wat ook de laatste ronde is, normaal gezien. Ja, de laatste ronde van deze Quizwits for Life. Sport en ontspanning. We eindigen met een spannende. In een triathlon leg je afstanden af op verschillende manieren. Je zwemt, je fietst en je loopt je een weg naar de overwinning. Hoe heet de bekende triathlon waarin het meeste aantal kilometers afgelegd worden? Sport is eerlijk gezegd niet van mijn sterkste kant. Daarom geef ik dan ook geen tip. Maar jullie hebben nog ongeveer een vierde van de tijd om te antwoorden. En hopelijk antwoorden jullie dan ook juist. Voor die puntjes. Voilà. Het meeste aantal kilometers. Dan de volgende vraag. Er worden ook veel kilometers afgelegd daar. De Tour de France houdt elke zomer wielerfans in de ban. Elk jaar wordt er ook verwoed gecheckt op doping. Zo werd Lance Armstrong in 2012 van zijn zegens beroofd doordat zijn misbruik aan het licht kwam. Maar over hoeveel zegens gaat het? Is toch spijtig, hè? Dat zoiets moet gebeuren. Voor vele mensen toch een icoon en dan blijkt het doorgestoken kaart te zijn. Dat is precies hier een minder toffe vraag. Nog een aantal seconden om te antwoorden. En dan is die tijd ook weer op. En hoop ik dat jullie het juist hadden. Dan gaan we over naar vraag 3 in sport en ontspanning. Sepp Blatter is over de hele wereld bekend vanwege zijn frauduleuze kantje. In mei nog deed hij mee aan de verkiezingen voor president voor de FIFA. Tegen wie nam hij het toen op? Een voetbalvraagje. Voor de kenners onder ons. Dat is natuurlijk het kader van de voetbal. En tips opnieuw kan ik niet geven. Speciale persoonlijkheid ook. Sepp Blatter.
toch al veel in het nieuws geweest dit jaar. Dat is iets voor de quiz over 2015. Voilà. De tijd is op. En dan gaan we naadloos naar de volgende vraag. Er zijn nagenoeg evenveel sporten als speelvelden op de wereld. De ondergrond kan gaan van het gras tot grind, ijs en zelfs water. Maar welke sport wordt op het hier afgebeelde veld gespeeld? Daar hebben we dus een printje bij gevoegd. Het is ook een beetje een stiekeme vraag, een strikvraag. Kan het zijn? Dus goed opletten als jullie antwoorden in deze laatste seconde. En die zijn ook weer al vervlogen. Tijd gaat snel, mensen. Dan zijn we aanbeland aan de laatste vraag van deze ronde en eigenlijk ook aan de laatste vraag van deze Quizwits for Life. Daar gaat hij. Tussen 15 september en 31 oktober vond het WK rugby plaats in Engeland. Door welk land werd het gewonnen als je weet dat de oorspronkelijke bevolking er de Maori waren? En dat op zich is ook al wel een grote tip voor mensen die de bevolkingsgroepen een beetje kennen. De Maori. Je kan ze ook kennen aan de haka. De dans die ze dan uitvoeren aan het begin van een match. En dan om angst in te boezemen bij de tegenstander. Kunnen we misschien ook eens proberen bij Quizwits. De tegenstanders tegen elkaar. Voilà, die tijd is ook gedaan. En dan gaan we wachten op de resultaten. Die komen er zo meteen aan. Als jullie nu binnenkomen, jullie mogen nog altijd meespelen, maar er zijn geen vragen meer. Dus vanaf 1 euro kan u nog altijd mee doneren voor het goede doel Leo, waarvoor wij deze quiz eigenlijk organiseren. Geen nood ook, we gaan deze quiz nog herhalen, maar meer daarover zo meteen. De bekende triathlon is niet de Nautica, maar... Ja, de Ironman. Voilà. De zegens waren met 7. Proficiat. Aan de twee die het juist hebben. Sepp Blatter, speciale persoonlijkheid. Dat was de prins. Ja hoor. Toch twee mensen die het juist hadden. Proficiat. Dan het speelveld. Hockey. Ah, dat was in de middenmeerderheid toch juist. Ja, ja, ja. Het WK rugby werd gewonnen door de Maori. Dat was een verdeelde uitkomst, maar toch iemand had het juist. Voilà, dan gaan we de winnaars bekendmaken. De laatste plaats. Oei, klap. Dat is een beetje kritisch. Annie staat op de 9e plaats met 2000 punten. De volgende plaats Sia, Proficiat. Dan op de 7e plaats hebben we Ik haat quizzen. Wel, blijkbaar niet, want die staat toch nog 7e, Proficiat. Tim staat op de 6e plaats. Peter op de 5e plaats met 6000 punten. Proficiat. We komen aan de top. Joffrey, proficiat om mee te spelen. Bedankt om mee te spelen vooral. Noedelsoep staat op de 3e plaats. Proficiat daarvoor. De 2e plaats. Nu wordt het spannend. De Smurfen. En laatst, de 1e plaats, staat Salami en Kaas. Proficiat om deze eerste Quizwits for Life mee deel te nemen en ook te winnen. Aan iedereen die meegespeeld hebben en gedoneerd hebben voor ons goede doel, Leo, bedankt daarvoor. En dan wil ik nog eventjes melden dat we deze quiz herhalen. Natuurlijk niet dezelfde vraag, want anders kunnen jullie winnen. Maar op 21 december en op 23 december zullen we terug zijn. En dan met nieuwe vragen en dan kunnen jullie opnieuw meespelen. Dat zal doorgaan om 8:30 s'avonds, want een quizspel is toch iets voor s'avonds. Bedankt om mee te doen, nog maar eens. Dat kunnen we natuurlijk niet genoeg zeggen, dus dat is zeker geen probleem.
En dan gaan we het hier stilletjes aan afronden. Nu, we verwijzen jullie nog door naar VZ2 Leo om nog eens te kijken wat die mensen juist allemaal doen. Die leveren geweldig werk voor jongeren tussen 12 en 19 jaar. Die met twijfels kampen bijvoorbeeld. En dat kunnen we alleen maar ondersteunen. Bedankt om mee te doen, om te doneren en graag tot de volgende keer.